Een hele goede middag of avond. Ik weet niet wanneer je dit kijkt. Maakt niet uit. Kijkers en kijkerinnen. Ik heb gezegd dat Hezzy in Marokko 6.0 vandaag zal komen. Dus dit is het. De 6e aflevering alweer van Hezzy in Marokko. Over de Hezzy in Marokko. Die veel avonturen heeft beleefd. En jullie vertelt hoe het daar is. En zo en zo en zo en zo. Ik wil jullie even bedanken, Shokran. Voor al de steun die ik krijg. Voor deze verhalen. Oudere mensen komen naar me toe. Jongere mensen. Van hey, echt tof man. Dit, dat, zus, zo. Dus dank jullie wel. We gaan lekker door. We gaan lekker knallen. Let's go. En dit is alweer de 6e aflevering. Dus mocht je vorige aflevering gemist hebben. Mocht je geen enkele hebben gezien. De link in de beschrijving gaat naar de playlist. En daar staat 1 tot en met 6 in. Dus ga eens even alles checken. Voordat je deze checkt. Het is één lang, mooi, hopelijk mooi verhaal. Dus dan kan je even goed alles weer volgen. Of verfris je geheugen. Even check 5 even opnieuw. En check dan deze. Let's go. De laatste aflevering was ik zo geëindigd. Allah komt dat goed. Maar ik wil het hebben over iets waar iedereen van houdt. Iedereen. Ik had het over iets waar iedereen van houdt. En denk even na. Waar houdt iedereen van? Ik heb het heel veel mensen in de comments zien zetten. Eten! Eten, 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 eten en drinken en eten. Yes, iedereen houdt van eten en daar ga ik het even met jullie over hebben. Het eten in Marokko. Mm-hmm. En volgens mij is het eerste wat ik heb gegeten in Marokko. Volgens mij is dat een harira soep. Volgens mij spreek ik het goed uit, hoop ik. Harira soep en het was lekker jongens, het was lekker. En ik heb vele Marokkaanse gerechten al eerder in Nederland gegeten. Bepaalde. Nog geen harira. Maar andere dingen had ik wel gegeten. Maar omdat ik ze nu in Marokko heb gegeten, was het extra vibing. Het was extra lekker. Extra mwah. Want dat was volgens mij de eerste dag dat we daar waren. En aten we gewoon bij de oma van Nasser een harira soepje. Met ons stokbrood. En die stokbrood daar. Het is geen stokbrood. Hier is stokbrood gewoon stok. Het proeft meer naar stok dan brood. Maar daar is het stokbrood. Het is. Hé, als ik de stokbrood van Marokko naar hier mee kon nemen. Ik vind die stokbrood vandaag echt lekker. Echt lekker. Wauw. Maar goed. Niet allemaal natuurlijk. Maar die ik had gegeten. Een paar waren echt. Ik zou er echt een moord voor doen. Als ik dat hier kon krijgen. Ze waren zo lekker knapperig. Zo crunchy, zo. Oké, maar ik had dus een harira soepje met stokbrood met garnalen. En dat was al mijn eerste dag. Dus ik dacht, kan het nog lekkerder? Het was kapot. En ik mocht niet stoppen met eten. Ik weet niet of alle Marokkaanse oma's zo zijn. Ik kan niet praten voor allemaal. Maar ik heb Nasser's oma wel eerder meegemaakt. En je mag nooit stoppen met eten. Want het begon een beetje zo. Ze vroeg of ik eten wilde. En ik zei, ja, maar een beetje. Dus zij begon gewoon te lachen en legde uit van, oké, je bent een grote jongen, je moet goed eten. Oké, daar begon het. Oké, ik at. Ik was klaar. Zeg, wil je nog meer eten? Ik zei, nee hoor. Zeg je wel? Eten is goed. Is goed. Ik zo, nee, maar ik zit echt, is goed. Dus ik zo, oké. Dus ik mocht niet stoppen met eten. En ook gewoon, ja, ik weet niet man, ik begin gewoon aan te watertanden als ik er al aan denk. En ik loop gewoon te stotteren omdat ik gewoon weer wil eten. Mocht niet stoppen. Nog harira soepje erin. Ik weet niet, waarom heb ik het hier over? Waarom moet ik over het eten praten? Het was echt lekker en ik denk er nog steeds aan terug. Maar oké, we gaan verder. De volgende dag had ik natuurlijk een ontbijtje. Gewoon beneden ergens. En dat was ook lekker jongens. Dat was lekker. En ontbijt in Marokko is goed. Koop. Je kan gewoon serieus een ontbijtje hebben voor 2 euro. En volgens mij heb ik wat beelden van een ontbijtje. Ik besef even wat. Ik heb beelden van haast niks gemaakt. Maar van wat natuurlijk wel? Eten! Ja, tuurlijk, Divano. Maar goed, ontbijt is dus daar gewoon goedkoop. Het is gewoon een broodje met de ei, met die olie, die olijfolie erop. En mijn gabi Nasser nam altijd een lavash kiri erbij. Dus ik deed dat ook. Ah, lekker man. Echt lekker. Serieus jongens. En dat is dan gewoon 20 dirham. Dus bij elkaar
Hij ook 40 dirham. 40, 50 dirham heb je gewoon een goed ontbijtje met drinken. Met drinken. Dus laten we zeggen 2,50 of zo. Soms zelfs goedkoper. En wat heb je hier in Nederland? In Nederland krijg je 1 dooi broodje ei. Er zit amper ei op. Die ei heeft de grootte van een 50 cent. Oké, okay? En het brood is zo groot. Ei is zo groot. En wat betaal je daarvoor? Misschien 3,50, misschien 4,50. En daar heb je gewoon een heel ontbijtje lekker uitgebreid. Maar ja, het kan niet altijd mooi zijn, hè? Avondeten, avondeten. We hebben veel gegeten in de avond. In Marokko eet je sowieso veel. Of laat me niet voor iedereen bepalen, maar wij hebben echt veel gegeten. Je eet in de ochtend, dan eet je weer in de middag, dan eet je weer in de avond, dan eet je weer in de nacht. Het is gewoon veel eten. Dus daarom verbaast het me dat ik nu niet zo groot ben geworden en mijn hoofd zo breed. Ja, we hebben onder andere gegeten in barbecuehuis Tanger. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat is een Nederlandse eigenaar. Is een Nederlandse eigenaar, heeft een Nederlandse eigenaar. En daar is wel lekker. Is wel lekker. Wat had ik daar gegeten? Tajin. Tajin deluxe. En als ik het goed uitleg, kijk. Tajin is zeg maar de Nederlandse stoofpot. Je weet wat een stoofpotje is, oké. En alles wat je in die tajin maakt, dat heet tajin. Als ik het goed heb. Maar het kunnen verschillende dingen zijn. Dus het kan tajin met rundvlees of tajin met... dat soort vlees, bla bla. Maar ik had tagine deluxe. En dat was met, volgens mij, rundvlees, aardappelen en een beetje groente. Oh. Dit onderwerp valt me wel echt zwaar, man. Want ik mis het eten echt, man. En dat besef ik nu pas. Nu ik erover praat, denk ik, jeetje, was wel echt lekker, man. Ho, ho, ho. We hebben volgens mij ook gegeten in Luigi's. Volgens mij heet het Luigi's of iets met Luigi. Kan dat? Ja? Nee? Oké, okay, laat me weten. In ieder geval, dat was ook lekker. Daar had ik gewoon iets normaals gegeten. Dus niet iets typisch Marokkaans, maar dat was ook echt... We zijn heel vaak geweest naar cappuccino. Ik weet niet of jullie cappuccino kennen. Dat is een soort... Ja, ik zal een soort luxe etent. Soort luxe etent. Het is gewoon, ziet er kapot smoot uit. Volgens mij heb ik geen foto van. Jammer. Maar daar is echt mooi. Het ziet er daar echt goed uit. Als je binnen gaat, denk je... Maar daarom is het altijd vol daar. Cappuccino is altijd vol. Dus of je nou in de middag gaat, in de avond, in de nacht. Maar oké, wij gingen altijd in de nacht. Dus eigenlijk weet ik niet hoe het in de middag is. Dus ik ben een grapjas. Okay. Maar daar heb ik nooit gegeten. Of althans, niet avond gegeten. Ik ging daar altijd gewoon voor een ijsje. Of iets dergelijks. En lekker. Oké. Ik heb een geinig verhaaltje voor jullie. Oké, misschien is het niet zo geinig, maar ik vond het wel geinig. Oké, dus een keer in de nacht. Het was... Ik weet niet, best laat, 4, 5 uur in de nacht. Ik kon niks zien, het was helemaal donker. Vervolgens komt Nasser in de building. Hij komt in de kamer en zegt, hey, wil je fruit? Het is een schaaltje fruit, ik kan niet zien wat het is. Dus ik zeg zo van, oké, wat is het? Hij zegt, ik weet niet man, het is gewoon een soort fruit. Ik weet niet wat het is. Dus ik zie een beetje, het is wit-gelig. Dus ik denk, oké, wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Je weet toch, ik ben benieuwd. Dus ik zo stiekem pakken. Ik weet toch, een beetje zenuwachtig, maar ik weet niet wat het is. Ik eet. En het is gewoon watermeloen. Ik zeg gewoon, Marlo, dit is gewoon watermeloen. Hij, ja, maar uit Marokko. Really? Ik was zomaar bang. Ik dacht, het was een Fear Factor opdracht. Je weet niet wat je eet. Misschien is het iets heel geks. Misschien lust je het niet. Het was gewoon watermeloen. Oké, Nasser. En als ik het goed zeg, die rode watermeloen heet daar Dille. En gele watermeloen heet Batig. Ja, volgens mij heb ik het goed. In ieder geval... Ja, ik weet niet. Misschien lag het gewoon aan de vibe. Maar die watermeloen was wel echt lekker. Was wel extra zoet. Was wel... Je weet toch? Snap je me? Nee? Oké, ik snap mezelf ook niet. We gingen ook vaak naar een lounge. En die lounge heet La Dris. Het is een leuke lounge. Chille lounge. Het is gewoon cool in daar. Het is gezellig. Maar het is altijd vol. Maar ik doe geen shisha. Shisha is daar hartstikke populair, maar ik doe geen shisha. Maar maakt niet uit. Ik was wel tussen de shisha lucht en het voelde gewoon alsof ik high werd. Al word je niet high van shisha, maar ik kreeg het gewoon. Ik werd gewoon helemaal licht in mijn hoofd. Maar goed, en bij La Dris nam ik een nene thee. Dit is geen normale thee. Dit is nene thee. En het was lekker, jongen. Mm-hmm. Want misschien hebben jullie het wel eens gezien altijd... Behalve de Marokkanen natuurlijk. Ik heb het over de andere mensen. Dat ze zeg maar die thee zo schenken. En dan gaat ze zo naar boven. Zo. Ik heb nog steeds geen flauw idee waarom dat gebeurt. Maar het ziet er hartstikke cool uit. Dus ik deed het ook. Natuurlijk liet ik een beetje vallen. Maar maakt niet uit.
Maar volgens mij was het voor de smaak. Ik weet niet zeker. Want ze hebben me ook uitgelegd van... Hey, luister. Het eerste kopje moet je altijd terugschenken. Dus je hebt een theepot. Je hebt je kopje. Je doet het erin. En het eerste kopje moet je altijd terugschenken. Want de tweede die je schenkt heeft meer smaak. Zoiets was het. Zoiets was het. Maar in ieder geval was het lekker, man. Het was wel zoet. Maar het was lekker. Ik mis die thee ook. Hey, alles wat jullie me kunnen aanbieden, bied me aan, man. Als je gewoon hier bent en je denkt, hey, ik wil deze gast wel thee geven. Geef me thee, geef me tajin, geef me alles. Het drankje uit Marokko, die mij ook echt is bijgebleven, is Poms. En voor de mensen die het niet kennen, dat ziet er zo uit. En dat is gewoon eigenlijk appelsap met prik. En het klinkt misschien suf hoe ik het zeg, maar jongen, dat was ook echt lekker. En dat Hawaii drankje was ook lekker, maar die Poms, ja man. Nogmaals, dit onderwerp valt me echt best wel zwaar. Want ik besef nu pas van, hey, ik mis al die dingen wel. Eten. Lekker eten. Ze weten hier echt wat eten is, man. Ik kom sowieso als een dik zak thuis. Boulevard. Het avondeten in de restaurants, dat is gewoon ongeveer een Nederlandse prijs. Bijvoorbeeld het tweede filmpje, daar zag je een, ik weet niet meer wat ik had, een sandwich. Maar als je die sandwich neemt, krijg je dus automatisch patat. Waar doen ze dat hier? Waar doen ze dat, hè? Waar doen ze dat? En dat kostte ongeveer 3,50 zo, 3 euro in een plekje genaamd La Rouge. Dat was ook echt lekker. En ik zeg de hele tijd lekker, 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 lekker. Omdat het gewoon ook echt lekker was, jongen. Poeh, man. Er waren natuurlijk ook dingen die ik minder lekker vond. Ja, tuurlijk, dat hoort er ook bij. Ik had couscous met karnemelk gegeten. En dat was niet mijn ding. Er was een vrouw langs de weg aan het strand die dat verkocht. Lekker vers, wel lekker vers. En ik wilde het proberen. Want ze zei, neem gewoon een hele. En ik zei, ja, nee, misschien lust ik het niet. Je weet, ik wil niet disrespecten. Laat me gewoon een hapje nemen. En ik nam een hapje en ik vond het echt niet lekker. Ik weet niet, volgens mij vinden heel veel Marokkanen dat wel lekker. Maar ik was het gewoon niet gewend. En ik hou niet van karnemelk, dus... Want couscous gewoon anders bereid. Kan ik het denk ik wel eten, maar met karnemelk was niet mijn ding. Dus die vrouw ook zo van, ja, jij eet niet, dus jij moet betalen. En ik zo... Oké. Er was nog één ding wat ik volgens mij niet zo lekker vond. Maar ik ben vergeten wat dat is. Omdat ik gewoon bijna alles lekker vond. Wat ik ook had gegeten was een bocadillo. Volgens mij noemen ze bocadillo. 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 En dat was een soort groot broodje met van alles erin. En patat. En sla. En hier heb ik natuurlijk ook een video van. Want het enige wat ik filmpjes van heb gemaakt. Eten. Ik ben echt een papzak. Kijk dit broodje, jongen. Echt zielig. Die bocadillo, echt lekker. Jammer dat ze die hier niet hebben. Als ze het wel hebben, laat me even weten waar het is. Dan ga ik dat meteen halen. Maar je weet toch, ik was in Marokko, dus daar voelde het extra fiberig. Weet je, het is extra... Maar ja, het andere filmpje dat ik heb geweest, zag je dat mijn tafel leeg was en dat ik heel blij was en een beetje loopt te lachen in de camera. Dat was voordat ik de slechtste pasta ooit had gegeten. Oh my... Oho, deze pasta was zo slecht dat wanneer ik eraan denk, moet ik al bijna kotsen. Ik heb serieus gewoon rare gevoelens in mijn buik. Deze pasta was echt slecht en ik weet niet hoe ik erop kom om een pasta daar te nemen.